En ik heb gewoon serieus beschimmeld over datum snoep gegeten net. Put your hands up when you like, put your thumbs up and subscribe. Then you can see Chelsea Melody. Chelsea Melody. I like it. Hoi allemaal en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Ik heb vandaag een hele zak vol met allemaal snoep en ik heb een appel. Deze tas ligt echt al super lang in mijn kast, maar we gaan het voor jullie testen vandaag! Oeps. Oké, al het snoep ligt op mijn bureau. Ik zal jullie even laten zien hoeveel het is, want het is echt, echt, echt superveel. Oh my gosh. Als eerst zie ik deze dingen liggen. Het zijn een soort van bolletjes, busters heet het. Oh, too much. Yeah, oké. Het lijkt echt op nerd, zeg maar. Ik ga het proberen. Dit is ziek lekker. Eigenlijk zijn het gewoon nerds. Maar het is echt ziek lekker. Hold it. We gaan nu deze kauwgom eten. Echt, what it? Kapot groot. Hard. Het is geen kauwgom meer. Laat net of ik op een baksteen zit te bijten. Nee, niet lekker. Nu gaan we een soda poppy ding openmaken. Oh, dit krijg ik echt serieus niet open. Gosh. Oh, kut. Poepzooi. Oké, dit hoort dus poeder te zijn, maar het is serieus een klontje gewoon geworden. Dus dit is echt vies. Ik ga er even in stampen. Nee. Het lijkt echt alsof ik een hele zandbak zit leeg te eten. Echt gadverdamme. Volgens mij is het ook over datum, want het smaakt echt niet goed meer. Mijn appel is echt lekker, man. Jezus. Oké, we hebben hier nog wat van het yo-yo spul. Het is allemaal van het merk yo-yo trouwens. Monster Terror. Oké, dit klinkt heel erg beangstaanjagend. Auw. Maar we make it open. En, huh? Oh nee, weer van het harde kauwgom. Dit is kauwgom, maar het is echt een baksteen gewoon. Oké, let op hè. Ik ga jullie laten horen hoe hard het is. Ik heb hier het kauwgom, ik heb hier een glas. Dit is, ah, oh, dit is serieus pijn. Oké, deze kauwgom ga ik serieus niet meer eten. Bah. Dan gaan we candyballs maar eten. Mensen, dit ziet er echt serieus lekker uit. Het zijn allemaal van die balletjes. Dit is echt super lekker. Oh, damn! Deze candyballs zijn echt lekker. Oké, we hebben hier sour bumps. Eeuw. Kijk hoe ranzig het eruit ziet. Vooral dat slijm daar. Oeh, hè? Het is raar. Yeah. Volgens mij is dit snoep serieus over de datum. Oh my god, mensen. Ik heb snoep gegeten waar schimmel aan zit. Kijk naar het blauwe. Oh my god. Degene die ik het op had was wel gewoon helemaal roze. Dus dat is mooi. Maar de rest is allemaal beschimmeld. En ik denk dat al het snoep wat hier voor me ligt over datum is. Want het ligt al heel lang in mijn kast. Tenminste, een paar maanden al. En ik durf het nu niet meer te eten. Want het zit er... Als ik straks buikpijn heb, dan komt het dus door dat snoep allemaal. Oké, mensen. Ik heb eigenlijk alle soorten al wel een beetje gegeten. Maar ik stop er echt mee, want dit is gewoon overdatum volgens mij. Want sommige dingen smaken echt gewoon nasty. Ik hou het denk ik gewoon maar bij mijn appeltje, want dat is echt veel lekkerder. Er zit appeltjes in mijn beugel. Ik hoop dat jullie deze video toch nog een beetje leuk vonden. Ondanks dat het een beetje raar was. Nog een blauw duimpje omhoog. En laat een leuke reactie achter. Als je nog niet geabonneerd bent, doe dat zeker. En dan zie ik jullie bij mijn volgende video. Later!